hoog in de lucht boven Zweden. Over de huizen en over de zee, vliegen de ganzen naar Lapland. Kruimel en Niels mogen mee. Niels op bezoek, vliegt op een gans naar de zon. Komt in het najaar weer om. Laag in de donkere bossen, hoog in de bergen, maar het koud is en guur. Niels en de ganzen beleven steeds weer een nieuw avontuur. De wilde ganzen waren voor zonsopgang al druk in de weer. Ze stegen op en vlogen over het klooster van Övid heen, dat in een prachtig park lag. Vreemd genoeg mochten Niels Holgersson en de ganzerik Maarten ook mee op deze tocht. Ze waren heel verbaasd, want ze hadden allebei gedacht dat de wilde ganzen hen nu langzamerhand wel eens naar huis zouden sturen. Niels hield het maar op dat ze voor ze aan de terugtocht begonnen, eerst nog een maaltje mochten mee eten. Hoe het ook zij, hoe langer het weerzien met zijn ouders werd uitgesteld, hoe liever het hem was. Nou, pak me maar. Waarom staan jullie daar zo? Waarom zegt niemand iets? Akka van Kebnekaise denkt. Waarom denkt hij zo langzaam? Waarom moet ik jullie nog zeggen wat de wind ons allemaal allang heeft verteld? U bedoelt, het is zover? Ja, we vertrekken naar Lapland. Ja! Heb je goed gehoord wat Akka daar zei? En nu maar zorgen dat we in een goede conditie zijn. Vooruit, op en neer. Waarom zijn jullie zo opgewonden? Is Lapland zoiets bijzonders? Weet je dat nog niet? Lapland is voor ons het mooiste wat er bestaat. Het is het land van onze voorouders. Jij kwam toch uit Skåne? Daar ben ik geboren, maar mijn voorouders komen uit Lapland. Stam jij dan van een wilde gans af? Nou ja, misschien als je ziet hoe goed ik kan vliegen, kun je er eigenlijk toch niet aan twijfelen. Je moet je ook niet door mijn kleur in de war laten brengen. Als je dat maar allemaal niet verbeeld. Moeder zegt dat je een hele goede braadgans bent. Is het werkelijk? Heeft je moeder dat echt van mij gezegd? Dan begrijpt ze ook niet erg veel van ganzen. Heb je het al gehoord? We vertrekken naar Lapland. Hebben je ouders je niet verteld van Lapland? Ja, natuurlijk wel. Ik weet alles van Lapland. Er zijn wilde ganzen en er worden stapels eieren gelegd. En nesten natuurlijk. Ik bedoel, er worden nesten gebouwd voor de eieren. En er zijn adelaars. Wisten jullie dat die vrij rondvliegen? Maarten bedoelt alleen maar dat Lapland het mooiste en het groenste en het heerlijkste land van de wereld is. In Lapland is het altijd zomer. Als wij er zijn, is het altijd zomer tenminste. Ik wil dat jullie allemaal goed uitrusten voor we beginnen aan onze grote zomertrek. Hij altijd. Hier. Akka van Kebnekaise wil dat we goed uitgerust en goed voorbereid aan onze reis beginnen. En daarom moeten wij zeker rauwe vis eten. Zou het niet erg als een lekkere gekookte vis rondzwemmen? Ja, hoe moet ik het er bij de heren dan aan de zin maken? Een beetje zout misschien, een beetje peper, een beetje peterselie, je zegt het maar. Nou, ik mag toch zeker wel eens wat vragen. We zijn er net toch over een mooi groot huis gevlogen met torentjes en muurtjes? Ja. Nou, wat denk je? Wie zo'n huis kan bouwen, die heeft vast van wat te eten. Ja, natuurlijk. Eerst rechtdoor, dan naar rechts, dan naar links. En dan moeten we het te voet kunnen vinden. Kom mee. Ja.
Akka wil niet dat iemand zonder haar toestemming weggaat. Dat weten jullie toch. Straks mogen we niet mee. Maarten. Maarten. Maarten, waar vlieg je heen? Vlieg je niet met ons mee? Ga je weg? Dat bedoel ik. Dat is een kerk? Nee, dat bedoel ik niet. Het huisje dat ik bedoel, dat heeft veel meer torens. Hey, wat heb je toch? En ik ruik wat lekkers. Heel lekker. Waar dan? Beetje die kant op. Til me zo op. Zie je wat? En of ik wat zie. Hey. Niet laten vallen hoor. Pas op. Oh, hey. Is het goed gegaan? Oh ja, is niks aan de hand. Nou, doe dan wat. Ja, maar hoe? Dan is ze stom. Ik heb wat. Oei. Oh, hey. Ja. Eindelijk is iets lekkers. Niels. Eindelijk is iets wat ik lust. Help me, Niels. Me eten. Ze willen me eten afpakken. Ga er toch vandoor, Kruimel. Doe er niet zo dom. Kijk nou eens, daar heb je een kabouter. Nou, onzin. Kabouters bestaan niet. Het is een of ander dier. En als het nou wel een kabouter is, wat doen we dan? Geen idee. Daar gaat hij. Ah, ik heb hem. Nee, daar loopt hij nog. Ze hebben mijn koekel. En als we hem nou vangen, wat dan? Nou, dan verkopen we hem toch? Niels, Kruimel, waar zijn jullie? Niels, Kruimel, zeg toch wat! Vlieg weg, Maarten, vooruit, wegvliegen! Schiet op nou! Ik snap er niks van! Verberg je, Niels. Kruip in een of ander gaatje vooruit. Verstop je. Doe nou. Wat moet ik nou doen? Ik snap het niet. Jullie moeten je verstoppen en dan zal ik ze wel weglokken. Lopen jullie. Laat alles maar aan mij over. Doe wat ik zeg. Doe wat ik zeg. Lopen nou. Lopen. Hey, je vette gans. Dat is nog beter. Ja, lopen. Dat vindt moeder helemaal prachtig. Hij kan niet eens wegvliegen, hij is ziek. Nou hebben we hem. Gauw, doe dan. Oh. Ah. Maarten, vlieg weg. Gebruik je vleugels. Ik weet waarom hij niet wegvliegt. Hij wil die twee van ons weglokken. En nou doet hij net of hij zijn vleugel heeft gebroken. Hij is een held. Had jij dat gedacht? Arme Maarten. Nou, pak hem dan. Doe niet zo stom.
Ik heb hem. Hou vast dan. Maarten. Oh, ze hebben Maarten gevangen. Zoiets zal moeder wel lekkerder vinden dan een vis. Ik hoop het maar, want dat weet je toch maar nooit. Je weet hoe ze is, hè. Dat gaat niet goed. Dat gaat helemaal niet goed. Akka, Akka, ze hebben de witte ganzerik gevangen. Wat zegt Uxie? Wat is dat? Ik weet het niet. Iets over die witte gans. Wat is dat nou weer voor gezeur? Wij helpen je wel. Bemoei je er maar niet mee, Uxie. Zolang hij in handen van de mensen is, zijn we machteloos. Ik zou niet willen dat jou ook iets overkomt. Koesie, vlieg erheen en bekijk de situatie. Ik wacht hier op je. Wat zullen we nou krijgen? Koesie zal zich zeker een beetje om die domme ganzerik gaan bekommeren. Wat een slappeling. Hij heeft van het begin af aan telkens weer gezegd dat hij tegen het beest is. Ik begrijp het niet. Het is zijn plicht om hem te helpen. Een tamme gans is toch ook een gans? Nou ja, goed dan. Nou weet ik het niet meer, hoor. Waar zijn ze nou heen gegaan? Naar links of naar rechts? Kijk eens. Zie, had je nou een lichtje op? Ja, die heeft Maarten laten vallen. Nee, dat kan ik niet. Ik ben zelf al zo moe. Bovendien heb jij 4 poten en ik maar 2. Dat maakt niks uit. Het gaat om de lengte. En de mijne zijn korter dan de jouwe. Ze hebben hem naar een soort kasteel gebracht. Kom, we gaan hem helpen. Jullie moeten hier maar op me wachten en gedraag je netjes. Ik ga naar binnen en dan vraag ik of we met z'n allen het landgoed hier mogen bezichtigen. Ja, meneer. Ik kom daar niet langs. Jij moet maar gaan, Kruimel. Hé? Een hamster valt niet zo op als iemand die er net zo uitziet als een kabouter. Wil jij Maarten soms in de steek laten? Nou, ga dan! Nee. Dat is mislukt. We moeten naar binnen. Ik weet alleen niet hoe. We wisten natuurlijk niet of het wel goed was, want eigenlijk hadden we een vis moeten vangen. Prima, dat hebben jullie heel mooi gedaan, kinderen. Vanavond komt er een gebraden gans op tafel. Ik ben net het goede persoontje om iemand te helpen. Zo'n klein kaboutertje. Kom eens. Wat is er dan? Hé, daar. Een botaniseertrommel. Die had ik vroeger al toen ik op school was. Nee, we gaan erin. Oh. Geef terug dat ding. Pak hem dan. Gooi op, hebben we. Jullie vervelend. Zeg niet zo flauw. Hier, pak hem. Oh. Je moest je schamen. Ga je dan. Voor het eerst benen. Hierheen. Van wie is dat ding? Van mij, meneer.
En hij is nog helemaal nieuw. Nou zijn we in ons eigen val gelopen. Ze hebben de deksel dicht gedaan. Hier komen we nooit van zijn leven meer uit, Niels. Oh. Dit huis is een prachtig oud gebouw waarvan het slotplein aan vier kanten omgeven is door huizen. Kunnen jullie me volgen? Ja, meneer. Kom mee. Heb je de witte ganzerik gevonden, Koesie? Ze hebben hem naar de keuken van het kasteel gebracht. Daar kom je nooit in. Waar is die keuken? Ik kom er wel in. Jij blijft hier. Je hoeft toch niet helemaal je verstand te verliezen om zo'n witte ganzerik. En zeker niet als het gaat om een ganzerik die niet eens voorouders heeft waar hij trots op kan zijn. Nou en? Wat wil je daarmee zeggen, Visie? Stilte. Er is volstrekt geen reden om ruzie te maken. We laten hem niet in de steek. Zijn kleine vriendje heeft een van ons gered. Vergeet dat niet. En mag ik nou even wat zeggen? Mag ik kijken als je onze gans gaat plukken? Voor één keertje maar. Nee, daar is niks voor kinderen. Daar moet je groot voor zijn. Ga jullie maar buiten spelen. Hannes van de boerderij naast mag het altijd zelf doen. Ah, je ook kan het schelen. Ik weet ook niet hoe het komt hoor, maar ik heb het nou eenmaal niet graag dat kinderen kijken. Men moet natuurlijk een bouwsteen als deze van vele kanten bekijken. De eerste mensen in Zweden woonden in grotten, in kuilen in de grond, in tenten van dierenhuid en in hutten van rijshout. Zeer primitief dus. Dat in aanmerking genomen is het verbazingwekkend dat er zeer lange tijd overheen ging voor men op het idee kwam om huizen te bouwen van boomstammen. En hoeveel tijd en moeite kostte het niet voor de mensen zover waren dat ze in plaats van die blokhutten met maar één woonvertrek kastelen en burchten zoals deze konden bouwen met wel 100 kamers. Meer dan 300 jaar geleden bouwden de rijke en machtige mensen zulke kastelen. Het is zeer duidelijk dat Witzkeulen stamt uit een tijd dat de oorlog en rovers de provincies Skåne onveilig maakte. Jullie hebben de slotgracht gezien waarmee dit hele kasteel is omgeven. Vroeger was er een brug over de slotgracht die omhoog kon. Die neemt de tijd, maar hij weet ook niet dat er een kleine jongen zit te wachten in een botaniseertrommel. Ik had vroeger op school een leraar die er nog langer over deed, hoor. Nog langer? Opletten! Jullie letten niet goed op. De bouwmeester van dit kasteel heette Jens Brahe. Een man wie geen moeite te veel was om er een prachtig en rijk versierd huis van te maken. Was dat de man die Klimmingen heeft gebouwd? Een goede vraag. Maar Klimmingen werd ongeveer 60 jaar eerder gebouwd. Maria is toch dat meisje van die botaniseertrommel? Geloof er wel. Ik heb zo'n gevoel dat we haar kunnen vertrouwen. Denk je? Haar stem klinkt zo aardig. Misschien houdt ze de mond wel als ze ons opeens ziet. Ja, maar meisjes gillen altijd. Zij misschien niet. Maria, maak je botaniseertrommel eens open en niet gillen, alsjeblieft. Ah! Au! Een kabouter. Kijk, een hamster. Pak ze, laat ze niet weglopen. Pak hem. Uit de weg. Wanneer we later naar een kasteel gaan dat uit een andere tijd stamt. Pak hem, kabouter, joh. Kabouter. Hoe willen jullie nou je verslag schrijven als je niet luistert naar wat ik zeg? Het is nu een geval van leven of dood. Niet opgeven, alles maar doorlopen. Pas op dat je niet onder hun voeten raapt. Lopen, kramen, vooral niet stilstaan. Hé, zeg maar je nou eens even hier blijven? Nou, ja, kom hier nog. Dat heb je nooit beleefd, zowat. Kom hier, wat is dat voor een merkwaardige gans? Daar, die stofwolkjes. Stop!
Dat heb ik nou nog nooit beleefd. Waar ben jij voor een gans? Kom eens bij de kop. Ja, ja, dat had je mooi gedacht. Oh, kom. Dat is de ridderzaal. Beetje eng vind ik het wel. Waarom schreeuwt ze zo? Misschien is hij daarboven. Nee, Duin. Bedankt. Wat? Je kon je mond natuurlijk weer niet houden. Au, 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 wat doet dat zeer, au. Niels, Niels, hier ben ik in de keuken. Hoor jij wat ik hoor? Hoor je het? Hé, dat is Maarten. Niels, Niels, hierheen, Niels. Zo te horen maakt dit niet best. Hé, hey, zeg, wat moeten jullie hier? Hier een beetje rondlopen als wilden. Jullie gooien alles door elkaar. Wat denken jullie eigenlijk wel? Maarten! Wel heb ik nooit. Dat heb ik nog nooit gezien. Geef mijn hand, Niels. Het raam is de enige uitweg. Dat kan ik niet. Ik ben nog nooit door zo'n kleine opening gevlogen. Dat hindert niet. Probeer het maar. Ja. De witte ganzerik. Hij is flinker dan ik had gedacht. Daar gingen ze weer de lucht in. Niels dacht dat dit wel het grootste avontuur was geweest dat hij op zijn reis met de wilde ganzen had beleefd. Maar het was nog maar het begin. Tevreden keek hij omlaag naar de grote geruite doek. Hij wist nu wel hoe het in elkaar zat. Die helgroene vierkanten, dat waren de roggevelden. Ze waren onder de sneeuw mooi groen gebleven. Die grauw-gele vierkanten waren de stoppelvelden waar vorige zomer het koor had gestaan. Hij zag bruine vierkanten en zwarte. Dat was omgeploegd akkerland. Bruine vierkanten met een gele rand, dat waren vast en zeker beukenbossen. Midden in zo'n bos verliezen de bomen 's winters hun loof, terwijl de jonge beuken aan de rand tot in het voorjaar hun gele bladeren houden. Niels moest glimlachen toen hij zag hoe keurig geblokt alles was. En hoe het verder met hem ging, vertel ik jullie een volgende keer.